voor aandacht. We krijgen de eerste resultaten binnen, maar we mogen ons daar niet laten door verblinden. Allee, ik denk dat we zeer op dit moment vooral moeten dankbaar zijn voor al die mensen die vandaag op het Vlaams Belang stemmen. We komen van ver en we gaan in de goede richting, maar we gaan moeten voorzichtig zijn. We zijn echte West-Vlamingen, beide voeten op de grond. En ik zeg dat dat is, allee, eigenlijk moeten we zeggen, we mogen het vel van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is. Dus laat ons vooral dankbaar zijn, voorzichtig zijn. En ik wil jullie allemaal bedanken. Iedereen, ik zie Jan hier zitten, ik zie Carmen hier staan, ik zie Kurt hier staan. Ik zie mensen van Menen hier staan, ik zie allemaal mensen staan die zich dag in dag uit hebben ingezet. Voor onze partij, belangeloos hé. Maar we zijn geen partij die postjes uit te delen hebben of andere zaken, nee. We doen het voor eerst onze mensen en ik hoop van het grond van mijn hart, van de diepste vezel van mijn lichaam, dat we vandaag die tendens, eerst onze mensen, dat we die met een duidelijk signaal over Hans Vlaanderen kunnen laten klinken. En laat ons, ik zeg het nog een keer, voorzichtig zijn, maar we zijn de goede richting aan het uitgaan en ik wil jullie op dit moment vooral bedanken. Ik denk rond 19 uur, rond 20 uur, dat Tom van Grieken de communicatie gaat doen. Laten we de communicatie ook aan hen laten, en zeker aan hem, want het is dankzij hem dat we hier staan, allemaal. Hij heeft het mogelijk gemaakt en we moeten daar enorm erkentelijk voor zijn. Dus ik wil jullie allemaal bedanken en we gaan er natuurlijk één op drinken. Santé!